Voorzitter van DVS 33, Aart Goossen. Niet alleen zaterdags is er het een en ander te doen bij DVS 33, maar ook op doordeweekse avonden, Aart. Ja, dat klopt. De afgelopen dagen was DVS volop het nieuws. En ja, of de trainer dan weg zou gaan of dat hij zou blijven. En ja, daar wilden we toch in de afgelopen dagen ook zorgvuldig mee omgaan. Wat is de uitkomst van de diverse besprekingen die je hebt gehad? Nou, dat de uitkomst is dat we hebben vanavond een advies gekregen ook van de technische commissie. Dat is ook de formele weg. We hebben gesproken met spelers, met staf, met de trainer en het advies van de TC. En het advies is om dit seizoen met de huidige trainer door te gaan. Is er ook nog wat beslist over het volgende seizoen? Dat is nog helemaal niet overgesproken. We gaan in eerste instantie gaan we proberen doelstellingen te realiseren. Er is vertrouwen uitgesproken in elkaar door de trainer in de groep en door de groep in de trainer en de staf. En open communicatie geweest. En er is natuurlijk van alles in de pers ook gekomen. En wellicht hadden we misschien bepaalde dingen ook kunnen voorkomen. Daar leren we ook weer van wat dat betreft. Maar ook de trainer die kan best wel tegen kritiek, want dat was ook nog even een item. Maar we hebben gewoon vertrouwen in elkaar uitgesproken. En het is belangrijk dat de trainer daar ook wat in ziet en dat hij ook door wil gaan. En dat gaat gebeuren. Er is ook wel het een en ander gezegd vanavond, want het heeft wel een tijdje geduurd. Het was niet zomaar in een kwartiertje bekeken, Aart. Nee, ja, dat is natuurlijk in feite de zorgvuldigheid die achteraf betracht is, wat dat betreft. En er komen emoties los. En gelukkig is een trainer ook een mens met emoties. En dat zijn spelers ook. En vanavond ook in de groep, waar ook de staf en het bestuur aanwezig was, is er open met elkaar gecommuniceerd. En is er ook een basis ook om de komende maanden ook met elkaar door te gaan. Kortom, de komende tegenstanders van DVS 33 kunnen hun borst nat maken. Want verleden jaar was het ook zo dat na die enorme dip, emotionele dip, DVS ook enorm sterk tevoorschijn kwam. Hetgeen niet wil zeggen dat ze tot nog toe niet sterk waren. Nee, dat wou ik inderdaad ook zeggen. Want we draaien natuurlijk wat dat betreft dit seizoen al prima. Want we hebben 7 keer gewonnen. En daar is geen één wedstrijd bij die we dan met geluk gewonnen hebben. En we hebben er een paar verloren. Nou ja, dat had misschien ook 1 of 2 minder gekund. Een keer gelijk gespeeld. Aanstaande zaterdag spelen we tegen Dovo. En de jongens die zijn nu alweer bezig met de voorbereiding voor aanstaande zaterdag. En we zullen met z'n allen ons best doen om te proberen ook zaterdag te winnen. Aart, bedankt voor deze reactie. Of heb je nog iets toe te voegen? Nou, iets toe te voegen. Ik hoop, net zoals een andere keer, dat we ook door deze situatie met z'n allen er ook sterker uitkomen. En we willen wat dat betreft ook zorgvuldig ook met de materie omgaan. Er is bij DVS, kortom, altijd wat te doen. Er is altijd beleving. En dat gaat goed en dat blijft ook goed. En we doen gewoon ons best. En meer kun je niet doen. Gefeliciteerd met deze club, Aart. Ik ben trots op Geel Zwarte Club. Oké, bedankt.